Vandaag was een speciale dag voor Vitesse. Twee nieuwe partners werden voorgesteld. Burgerzoo en Openluchtmuseum. Ook werd het nieuwe Airborne shirt toepasselijk voor Arnhem door een parachutist gebracht. Vandaag een bijzondere dag op Luchtmuseum, Burgerzoo, partner van Vitesse. Ja, het is een hele bijzondere deal om deze drie partijen, eigenlijk Burgerzoo en het Openluchtmuseum met Vitesse, aan Vitesse te binden. Dus drie wat mij betreft echt Arnhemse gezichten. Ja. Hoezo Vitesse? Eerlijk gezegd, de idee kwam niet uit het Openluchtmuseum, maar met name vanuit Burgerzoo. Familie van Hoofd, welbekend Alex, kwam naar mij toe als goede buurman en zei van, goh, ik heb een hele mooie verrassende vraag voor jou. Zou jij op het thuisshirt willen? Toen heb ik gezegd, ik wil daar heel even over nadenken, want een museum is natuurlijk ook gedeeltelijk vanuit belastinggeld gefinancierd. Dus ik heb gezegd, ik kan niet zeggen dat ik een factuurtje van Vitesse kan ontvangen waar ik geld voor wil hebben, die ik kan betalen. Dus we hebben gekeken hoe we dat wel tot stand kunnen brengen. En er is een hele mooie deal rond het zorgen dat er meer publiek bij het Openluchtmuseum en bij Burgerzoo komt. Er komt geen factuur naar ons toe. Er is wel een meerwaarde daadwerkelijk voor Vitesse aan verbonden. Ja, en dan zeg ik van, dan zijn wij eigenlijk het museum wat altijd zegt, wij zijn het museum van de geschiedenis, van het dagelijkse leven. Ja, wat past er naast cultuur nou nog meer bij het dagelijkse leven? Dat is de sport en dat is voetbal en dat is Arnhem. Dus ja, die regionale binding die wij heel graag willen, die sluit heel mooi aan bij deze deal wat ons betreft. Ja. Mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Ja. Voetballend Arnhem en Nederland die om de 14 dagen naar de thuiswedstrijden gaat kijken met Openluchtmuseum erop. Ja, precies. Het is voor ons. Kijk, wij hebben heel bewust gekozen voor het thuisshirt. Omdat wij zeggen, nou, landelijke bekendheid is voor ons niet het primaire doel. Voor ons gaat het juist om die regionale binding. Om te laten zien dat wij daadwerkelijk ook een functie in die regio hebben. Het gaat ook over het hebben van heel veel vrijwilligers uit de regio. 80% van het personeel is natuurlijk Arnhem en omstreken. En ook als je kijkt naar het publiek, dan is toch 60% is binnen een straal van 50, 60 kilometer. Dus en de binding juist aan Vitesse, aan een volkssport puur zang als voetbal, die vind ik zelf heel mooi. We zitten wat dat betreft toch in dezelfde doelgroep. Ja. Ja. Kortom, een dagje Arnhem is Vitesse, Openluchtmuseum en Burgerzoo. Ja, ik zou er meteen een heel weekend van maken. Dat lijkt me beter. Okay. Twee partners, een nieuw Airborne shirt. Hoe vindt u dat? Ja, wij zijn enorm trots op allebei. We zijn trots op de partners die we hebben aangekondigd. We zijn ook heel erg trots op het Airborne shirt wat we vandaag gepresenteerd hebben. Hoe komt u bij Burgerzoo en het Openluchtmuseum? Hoe komt u daarbij? Nou, wat voor Vitesse in ieder geval heel erg belangrijk is dat wij de binding met de regio hebben. Wij vinden dat Vitesse van de fan is. En als je nou kijkt naar deze twee partners, dat zijn twee iconische partners uit de regio, allebei meer dan 100 jaar in deze regio, die ook echt de verbinding met de regio hebben. En dat is ook waarom wij ons hebben gemeld bij deze twee partijen. Een dagje Arnhem wordt eigenlijk een dagje Burgerzoo, een dagje Openluchtmuseum. En een zaterdag of een zondag naar Vitesse. Nou ja, u kunt het niet beter verwoorden dan dat. Want dat is precies wat het is. Het thema is een dagje uit in Arnhem. Waarbij we natuurlijk proberen zoveel mogelijk mensen naar onze hoofdsponsoren te krijgen. Namelijk Burgerzoo en het Nederlands Openluchtmuseum. En natuurlijk ook een wedstrijd bij Vitesse.